stukje nostalgie in Amsterdam. Fijn dat u er bent. U ziet er prachtig uit. En dat is een vief als altijd. Ik wist dat je komen zou. U bent blij dat u er ook bent, dat is heel mooi. En uw vrouw en mevrouw. Mevrouw van Schuil. Lieve dames en heren, dus de hoofdgasten zitten hier op de eerste rij. En u begrijpt dat we hebben geprobeerd om het Casa Rosso gevoel aan alle kanten een beetje hier in dit prachtige Bethanië-klooster te brengen. Dit klooster was ooit een opvanghuis voor gevallen vrouwen die hier boete konden doen en spijt konden betuigen en hun leven weer op orde krijgen. Gelukkig heeft dat nooit gewerkt, want Amsterdam is nog steeds rijk en kleurrijk, onder andere dankzij Casa Rosso. U begrijpt waarom ik hier sta? Ze zochten toch iemand die met een beetje functionele, nou ja, een beetje, zou ik zeggen, symbolieke functie. Ja, alle artiesten hebben dat natuurlijk op een bepaalde manier. En bij mij zochten ze gewoon eigenlijk naar iemand die kon symboliseren dat je in zo'n 40, 50 jaar tijd flink kunt groeien en toch kwaliteit kunt behouden. Dus, en het is natuurlijk fijn dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn. Je heeft allemaal al een bubbeltje gehad. Je heeft een heerlijk mooi gebakje gehad met het beroemde olifantje erop. U begrijpt, dat is u om een beetje in de stemming te brengen. En ondanks de crisis kan dat gewoon, toch? Zo hoort dat ook. Het is de bedoeling dat we dat ook vieren. Ja, crisis is tenslotte niet leuk. En dat zijn de kamer, de mensen doen het rustig aan. Want crisis is gewoon. Ik heb er geen verstand van nodig. Jullie dat u daar dan over doorgaan zagen, want daarom zijn we hier niet. Maar ik wil alleen maar even aanstippen dat het toch fijn is dat alles gratis is tot nu toe, dus ik zou zeggen. Geniet ervan. Ja. Even voor de duidelijkheid, ik wist niet eens wat het was. Toen mensen zeiden de banken vielen om, dacht ik dat gewoon de gebouwen slecht gemaakt waren. Dus natuurlijk, zo naïef ben ik. En ik heb nog tegen mijn man gezegd dat ik behoorlijk in paniek was toen ik begreep dat het echt fout ging, financieel dus. En toen zei ik nog, de enige banken waar ik naartoe kan zijn straks de voedselbank, de bloedbank en de spermabank. En als die gaan fuseren, dan krijg je een bloody fucking foodband. Maar goed. In Amsterdam zitten we natuurlijk inmiddels. Ik dacht, ik weet niet of jij dat had, Jan, maar ik dacht dat de crisis altijd buiten de stad zou blijven. Overal buiten Amsterdam, gewoon bij de boeren, zeg maar. En dat is toch tegengevallen, want ik liep van de week over de gracht en toen hoorde ik ook wel iemand zeggen, die crisis, het is nog erger dan een echtscheiding. Je bent en de helft van je geld kwijt en je hebt je wijf nog. Maar goed, ik ben hier natuurlijk niet om de humor te verzorgen, sterker nog, dat was mij ten strengste verboden. En ik heb natuurlijk met Cor van Dijk overlegd, wat moet ik dan, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. En ik ken helemaal geen mop ook over humor, iets die bestaan, dat weet ik Jan, die weet Jan Otte allemaal. De enige die ik ken is dat Sinterklaas bij de hoek komt en die Sinterklaas vraagt, wat vraagt Jan Sinterklaas? Zegt u hoe 50 euro, dit is bij iedereen. Maar dat was het, dat was het. We zijn hier natuurlijk om iets heel bijzonders te doen. Er is namelijk, na 2 jaar strijd van Cor van Dijk, is er eindelijk iets gelukt. Namelijk een boek. Een prachtig boek over Casa Rosso. En moeten we even die kwaad nemen, dat is een gekke beweging. Dit is natuurlijk, we zijn beeldig, maar ze hebben geen steekzakken. Dus als ik iets fout zeg of zing, steek ik altijd graag even hand in eigen boezem. Daar zit altijd van alles op, momentje hoor. Dat is mijn zakagenda. Als je veel hebt, kun je ook veel verbergen. Dat is een tekst van Bram Moskowitz trouwens, maar goed. Er is zelfs een fotograaf vandaag. Kijk, er zijn 2 heren die we natuurlijk hartelijk moeten bedanken. En dat zijn Rob van Hulst en Fred Bagge. Fred Bagge kan helaas niet aanwezig zijn, Rob van Hulst gelukkig wel. Deze 2 heren hebben een boek geschreven. En die wordt straks natuurlijk officieel uitgereikt aan Jan Otte. Maar voordat we dat natuurlijk gaan doen, is het de bedoeling dat er ook een officiële speech komt. En dus doe ik graag een stap opzij en vraag ik uw aandacht en applaus voor de heer Cor van Dijk. Het heeft 3,5 jaar geduurd. Oké, Karin heeft al gezegd, ik ben Cor van Dijk. Ik werk voor de Ottengroep. Ottengroep, naamgever. Zit hier voor me. Dus Jan Otte.
En de bedrijven van Jan Otten die zijn gespecialiseerd in het erotisch entertainment. Ga ik meteen wat bijvertellen. Wij doen niet aan seks. We zeggen altijd, bij ons kun je honger krijgen, eten doe je bij de buren. Ik heb het briefjes meegenomen, echt drukke dag vandaag. Ik ben als opdrachtgever betrokken geweest bij... Ik denk dat je het schouw. Zoals je het begint. En die het heel veel gedaan hebben. Zo ben ik alles dankbaar voor. Ja. Dat ik hier sta te dankzij. Ja. Dank je wel. Ga naar de jazzkelder. Daar zien we u straks weer terug.